Ik ben Kim en ik werk sinds 2017 als barmedewerker bij de Sukkerdome via Randstad. Eerst kom je natuurlijk binnen, dan ga ik mij omkleden. Dan loop je richting de bar en dan word je eerst door je barhoofd gebriefd. Mijn dagelijkse werkzaamheden bij de Sukkerdome achter de bar zijn onder andere natuurlijk de drankjes uitschenken, bijvullen, schoonmaken, een gezellig praatje maken met de gasten. En als je bij Sukkerdome werkt, dan krijg je natuurlijk heel veel leuke artiesten te zien, terwijl je betaald krijgt. Ik ben Romeo en ik ben barhoofd bij de Sukkerdome in Amsterdam. Wat ik zo leuk vind aan mijn functie is dat je al je medewerkers mag ontvangen, leiding mag geven, alle neuzen in dezelfde richting mag krijgen en dan ga je de gasten ontvangen en dan ga je er een hele leuke avond van maken. De belangrijkste karaktereigenschappen van een barhoofd zijn is dat je sociaal bent, dat je gezellig bent, dat je wel leiding durft te geven. Want als iedereen goed voorbereid is, dan merken de gasten dat 1000%. Het leukste aan mijn functie vind ik dat ik met hele gezellige collega's werk. Er werkt een hele fijne groep aan mensen hier. Iedereen komt van een verschillende achtergrond. Kortom, één groot feest. Ik raad anderen zeker aan om bij Sukkerdome te komen werken, omdat het zeker goed betaalt. Het werken via Randstad bevalt onwijs fijn. Je kan altijd zelf je beschikbaarheid doorgeven. En als je dat op tijd doet, wordt er altijd met respect naar gehandeld. Voor de rest ben je hier wel bij alle concerten. Je krijgt betaald om er te staan. En dat maakt het onwijs mooi werk. Als ik morgen op mijn werk kom, dan is het eerste wat ik ga doen, eerst even gezellig bijkletsen met mijn collega's, voordat het evenement begint. Word jij mijn nieuwe collega? Lijkt dit jou ook een leuke baan? Solliciteer dan nu.